Wilde u dit nog even laten zien? De baas van het Openbaar Ministerie, Gerard van den Burg, was hier 2 weken geleden. Ja. Toen ging het hier ook over. En die schetste een behoorlijk somber beeld van hoe we er nu voor staan. Dit zei hij toen. Het corrumperende werk van verdovende middelen in zijn algemeenheid, hè, maar zeker ook van die Mexicaanse invloeden, is enorm. Er worden enorme bedragen mee verdiend. En daar gaat het uiteindelijk om. Die enorme bedragen genereren enorme machtsposities en genereren invloed, alleen al door die bedragen in wat wij dan de bovenwereld noemen. Natuurlijk is het uiteindelijk een streven om het weer beheersbaar te krijgen, maar dat gaat echt nog wel, ik heb het al eerder gezegd, echt nog wel 1 jaar of 10 duren. Het gaat 10 jaar duren voor het weer beheersbaar is. Dat heb ik. Ik was vorig jaar bij u. Mm-hmm. En toen heb ik ook gezegd, dat was natuurlijk een heel triest jaar waar Dirk Wiersum was vermoord. Mm-hmm. En ik was toen al een hele tijd bezig om dit op de agenda te krijgen. Maar ik kreeg daar niet zo heel veel sjoegen voor in grote delen van het land. En toen is eigenlijk iedereen zich rot geschrokken over zoiets verschrikkelijks. Hè, en hoe er van de rechtsstaat die vermoord wordt. En wat ik toen heb gezegd, en dat herhaal ik nu. Mensen, we zijn hier echt 8 tot 10 jaar mee bezig om dit beest in stukken te hakken. En laten we eerlijk zijn, we zien nu Mexicaanse bendes in Nederland opduiken. Mensen die het hebben over legalisering van harddrugs, die realiseren zich, afgezien van de gezondheidseffecten, niet dat wij het afvoerputje van de wereld worden. We krijgen al die levensgevaarlijke organisaties, die krijgen we hier, en dat willen we niet. Wij zijn niet een land van misdaad. Ja. Want als wij het harddrugs gaan legaliseren, dan moet u eens even denken, dan komen alle bendes uit Colombia en Mexico, die komen hier hun troep fabriceren en distribueren en weet ik wat. Want hier is het legaal. Rusland is tegen, China is tegen. Dus niet alleen de Verenigde Staten, hè, dat we ons dat goed realiseren. Dus echt, we moeten de komende 8 jaar hier enorm op inzetten om onze maatschappij overeind te houden. We hebben wel eens vaker hier bediscussieerd of Nederland een narco-staat zou worden of wellicht al is. Zijn we dat al dan? Nee, want ik zit hier. Ik zit hier en ik ben, dat heeft u 2 maanden geleden kunnen zien, u had het er net nog over, behoorlijk door het parlement, wel wat tikken op mijn vingers gehad. Wij hebben hier een democratie. En als ik dit ook niet goed doe, word ik daar door het parlement de komende week op aangesproken. En zolang dat nog zo is, hebben we geen narco-staat. Maar op het moment dat ik niet meer hier zit, maar hier zit iemand die in wezen touwtjes in zijn rug heeft van dit soort bendes, die gechanteerd wordt of die banden heeft met corrupte mensen in de bovenwereld. Maar dan heeft het over de minister van Justitie. Maar zowel meneer Van der Burg als andere mensen als u hebben in het verleden gezegd, nou, die gigantische bedragen die rondgaan, die hebben wel een corrumperende invloed. Bijvoorbeeld als er horecazaken worden opgekocht. Vastgoed. Misschien op lokaal niveau politici. Wij kijken nu ook naar de bedrijven, met name horecabedrijven, die het ook moeilijk hebben in deze tijd. We moeten echt zorgen dat we mensen helpen, vandaar ook die uitgebreide steunregelingen. Want het is, als je zo in nood zit en dan komen er ineens mensen in je zaak staan die zeggen, wij gaan jou helpen. En wat we nou zien is, die mensen worden 1 keer worden ze naar binnen gelokt. Hè? Je werkt bij de douane, je zit in een echtscheiding, je hebt misschien nog wel wat andere problemen. En ze wordt gezegd, joh, knijp 1 keer je ogen dicht enzovoorts. En dat doe je. En de volgende keer ben je chantabel. Dan hebben ze er een filmpje van gemaakt of wat dan ook. Dergelijke invloeden moeten we voor.